Yep, we moeten vechten tegen legerhonden. Honden die allemaal ook de moonwalk doen. Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goede nieuwe video. Vandaag doen we een custom battle in Room Total War. Maar het is geen gewone slagveld. Want jullie gaan zo wel zien wat er anders is dan normaal. Ik speel met een speciale mod en dit is de eerste keer dat ik deze mod gebruik, dus ik ben wel benieuwd. Kijk, daar is de vijand. En ja, ik heb een speciale mod geïnstalleerd dat iedereen de moonwalk doet. En zelfs de olifanten doen de moonwalk. Dus even mijn boogschutters eraf afsturen. En mijn soldaten mogen hier ook vooruit gaan. En zie je, kijk, iedereen doet de moonwalk. Zelfs mijn leger doet de moonwalk. Alleen, ik heb de opdracht gegeven om daarheen te gaan. Wel een vreemde mod, maar het ziet er wel grappig uit. Oké, nu gaan ze denk ik wel de juiste richting op. Hun olifanten zijn wel nu heel erg verspreid. Wel grappig dat zelfs olifanten de moonwalk doen. Even doorspoelen, gaat er nog iets gebeuren? Olifanten kunnen we blijkbaar al schieten. En we gaan zo verder. Dit ziet er niet goed uit. Schiet op de olifanten. Oké, het vecht is wel heel erg onhandig als iedereen de moonwalk begint te doen. Deze olifant gaat recht achteruit. En gaat zo op mijn leger af. De soldaten trekken zich terug opeens. We beginnen weer met de moonwalk. Oké, deze keer ben ik teruggekeerd met een leger ruiters. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe zij de moonwalk gaan doen. Even zien, daar zijn ze. Eigenlijk, ik moet ze gewoon een andere kant op laten doen. Misschien gaan ze dan wel de juiste richting op. Ja, blijkbaar wel. Ik moet ze de andere kant laten opgaan. En dan gaan ze de juiste kant op en... Nu doen de paarden de moonwalk. Deze mot is heel erg vreemd om te besturen. Oké, gaan we de eerste gevechten zien. Al vechtend moonwalken. Er gebeurt niks, we lopen gewoon door elkaar heen. We hebben al één ruiter van hun gekild, zo te zien hier. Oh ja, ze zitten hier de hele tijd tegen de border te moonwalken. Maar ze kunnen hier niet verder, zitten ze een beetje vast. Als je hier blijft scrollen, dan heb je een... totaal andere view van de map. Ja, ik ga gewoon wel terugkeren naar een normale camera. En ja, mijn ruiter zit ook goed tegen de border aan. Misschien is het handig als we... Oh, hier werd gevochten. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen hier nog net in. Oké, er komt nog een ruiter af. En ja, nu is ook wachten tot hij wordt afgeslacht. Hij komt eraan. En hij keert weer terug. Geen idee wat hij van plan is. Kijk, ik zie de paarden lopen. Maar ze blijven gewoon vastzitten. Oké, komt de ruiter af. Pak ze. Kijk, de ruiter. Even. Ook weer een strijd. Die gaat er binnen. En ja, hij heeft het niet overleefd. Oh lol. Hier zit gewoon de vijand. Maar we kunnen hem niet aan. Of toch wel misschien. Hij zit daar op een lastige positie waar we hem moeilijk kunnen pakken. Ja, ik ga achter hem en nu pakken. Waarom valt hem niet aan? We kunnen het. En de paarden lopen gewoon tegen elkaar aan. Dit is best wel cursed. En ja, we hebben hem eindelijk. Oké, ik ga deze vuilstaak toch stopzetten. Het was een... ja, heel erg bizarre veldslag. Oké, ik ben hier weer terug met een nieuwe veldslag. En deze keer speel ik als de Germanen. En ik heb een leger met Berserkers. Ja, die hebben zo'n verf op hun huid. En zo'n beetje soort van getatoeëerd. Ja, we gaan vechten ook tegen een leger. En je zal zo wel zien tegen wat we moeten strijden. Zo, nu heb ik de controle verloren van het leger. En laat ik de AI gewoon vanzelf mijn leger besturen. Misschien gaat dat dan wel makkelijker met deze mod. En het leger is hier. Yep,
We moeten vechten tegen legerhonden. Honden die allemaal ook de moonwalk doen. Heb je ooit een hond de moonwalk willen zien doen? Je ziet het nu. Oké, ik ben wel benieuwd wat deze veldslag zal geven. Het ziet er wel een beetje angstaanjagend uit. Een heel leger honden die allemaal de moonwalk doen. Blijft het gewoon grappig vinden. Die ziet die barbaren hier zo lopen. Even hier door het leger honden heen wandelen. Of moonwalk eerder gezegd. Oké, mijn leger zit nu tegen de porter aan. Oké, zij zijn een beetje omsingeld door honden. Oh, honden kunnen zelfs uit de porter lopen. Ik wist het niet eigenlijk wel, maar ik was helemaal vergeten dat dat kon. Oh, die hond. Die vloog even naar boven. Ja. Wel een klein beetje medelijden met de honden. Wauw, zit dit. Allemaal honden. Hopelijk krijgen we in deze veldslag ook een winnaar. Maar al hun honden lopen weg. Dus dat is niet zo handig. Ze willen allemaal terug naar hun baasje lopen. En daarom willen ze ontsnappen van de veldslag. Hier zijn wel nog een paar hondjes die kunnen ontsnappen. En de meeste ontsnappen ook. Deze hond helaas niet. Maar al hun baasjes, die zitten gewoon hier. En ja, zij lopen ook gewoon tegen de border aan. Dus ja, ik denk dat ik deze vastdag ook moet stopzetten. Want ja, alle honden zijn al mee ontsnapt. En hun baasjes blijven nog wel nog over. Maar ze zitten aan de gans andere kant van de border. Dus ik wil je bedanken om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. En ja, ik vind het wel leuk om dit soort random video's te maken. Ik vond het wel grappig om dit even te tonen. En dan ja, zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.